Dit bruine hondje was als pup zijnde na 3 dagen zo ziek dat het het bijna niet overleefd heeft. Had kennelhoest en tot op de dag van vandaag nog steeds heel veel allergieën. Die ervoor zorgen dat ze eigenlijk niet kan gaan wandelen. Deze dame heeft na 4 jaar meerdere epilepsieaanvallen gehad. En is nu gediagnosticeerd met kanker. En haar dagen zijn geteld. De illegale puppyhandel is na de drugshandel de meest lucratieve business waar je in kan zitten. Het is zelfs zo erg dat in Groot-Brittannië criminele bendes overstappen van de alcohol- en tabakssmokkel op de puppyhandel. Waarom? Er valt tientallen miljoenen ermee te verdienen en de pakkans is heel erg laag. En als ze wordt gepakt is ook de gevangenisstraf heel erg laag. Ik vind het echt zo schandalig dat dieren zo uitgebuit worden. En als je daar de broodfokker over belt, dan geeft hij niet thuis. En dan word je uitgescholden en hun hebben ze geld binnen en jij zit met de problemen. Wat Den Haag hier eigenlijk zou moeten doen is heel simpel. Gewoon tijd en ruimte en middelen vrijmaken voor de handhavers. Dat is niet alleen de Nationale Voedsel- en Warenautoriteit, maar ook bijvoorbeeld de dierenbescherming en de politie. En tenslotte moeten ze het echt gaan zien als een Europees breed probleem. Omdat we hebben in Europa open grenzen en door die open grenzen worden wel veel puppy's gesmokkeld.